Het is donderdag 29 maart en ik sta bij de kampeerhoeve Buslo. Het is een camping, maar zij hebben ook camperplaatsen. De camping hoort bij deze boerderij. Op het ogenblik staan er maar twee campers. En dat is een tamelijk groot areaal, moet ik zeggen. Als je hier binnenkomt, zijn meteen aan het begin zijn twee of drie camperplaatsen voor die campers die snel weer weg willen. En hier kun je meteen een chemisch toilet kwijt. Zie je? Hier, grijs water, chemisch toilet. En ik loop even naar de kampeerwei. Hier liggen dus de plaatsen. Helemaal aan de, op de achtergrond zie je de A1. En ik denk dat je hier zowel met de camper als ook met de caravan mag staan. En dat gaat daarachter nog verder, dus ik loop daar even naartoe. Het zijn allemaal grote en ruime plaatsen. Er staat op dit moment maar één caravan met tent. En daarachter, dat zijn volgens mij, zijn dat ook nog plaatsen. Maar ik weet niet hoe je daar van hier komt. Ik zie, dat is zeker niet voor campers. Ik vermoed dat dat voor tenten is, want daar is een ingang naar deze waarschijnlijk tentenwei. En dit, die gebouwen die je hier ziet, dat is onder andere het sanitair gebouw. Ga ik ook even heen. Dit zijn de toiletten. Hier kun je afwassen. En daar. En ik ga even de doucheruimte in. Kijk maar hoe mooi dat eruit ziet. Schoon. Ik laat ook even een douche zien van binnen. Er is even geen licht, zie je niet zo heel veel. Maar allemaal prima, zie je? En aansluitend in hetzelfde gebouw, hier, een gezellige clubruimte. Waar je kunt lezen. Blijkbaar in de winter verwarmd. Ik ben Ingrid Hulsje. Ik heb samen met Piet de kampeerhoeve Buslo. Dit is ons vijfde jaar. En met veel plezier ontvangen wij mensen die op zoek zijn naar rust, ruimte en natuur. Mm-hmm. En dat zijn alle leeftijden. Van jong tot oud. Iedereen is welkom. En ik ben zelf ook wandelcoach. Ik wandel ook met campinggasten die vraagstukken hebben of weer meer in eigen kracht willen komen. We hebben heel veel te doen in de omgeving. We liggen midden in de IJsselvallei, tussen Apeldoorn, Deventer en Zutphen. Waardoor alle drie de Hanses, of twee Hansesteden en Apeldoorn op fietsafstand te doen zijn. We liggen aan het op loopafstand van het recreatiemeer Buslo. Daar vertel even iets meer over. Wat houdt dat in? Buslo termen heb ik gehoord, heb ik gezien. Even kijken. Ik heb hier een kaartje van Buslo. Ja. Het meer is rondom 9 kilometer. Zo. En dat is op loopafstand van onze camping. Ja. Aan het meer zit de bekende wellnesscentrum Termen Buslo. De sauna's en dat soort... Sauna, er zit een hotel naast, een grote sauna. Dus er zijn veel gasten van ons die dat combineren met een bezoekje aan de termen. Pitch and putt. Echt met minigolf, lasergame. Een prachtig terras met een uitzicht over de lengte van het meer. Mm-hmm. Een outdoor centrum, restaurants, het Hof van Buslo. Horeca, wandel- en fietsgebied, zwemmen, vissen, nou, is dus van duiken. Alles te beleven. Echt van alles, maar heel veel rust nog vooral. We gaan even nog naar de multifunctionele ruimte en laten we daar ook even nog wat zien. Ja. En dit
is dus de functionele, multifunctionele ruimte. Volgens mij kan die in de winter ook verwarmd, wat ik zie. Ja, houtkachel. Houtkachel zit erin en ik zie een flip over. Dus hier kunnen ook cursussen worden gegeven. Ja. Gebeurt dat wel eens? Ja, het is eigenlijk vergaderen bij de boer. Daar wordt deze ruimte voor gebruikt. Dat mensen al wandelend vergaderen hier samen zijn. Er wordt soms een training gegeven waarbij je de theorie binnen hebt en de praktijk al wandelend bespreekt. Ik geef wandelcoach workshops. Dan ga ik met mensen vanuit hier start ik en dan gaan we de wandeling doen op het natuurgebied Besloot. Dan komen we hier weer terug. Heerlijk. Maar ook voor campinggasten. Groepen bijvoorbeeld? Kunnen... Groepen of campinggasten die een verjaardag willen vieren, kan deze ruimte gehuurd worden. Voor tentkampeerders die slecht weer hebben, mogen hier samen ontbijten. Ja, multifunctioneel. Ja, mooi. Ziet er allemaal heel perfect uit. Dankjewel.